De regering is bereid om na te gaan hoe zij zelf en bij staatsbedrijven kan bezuinigen. Minister Stanley Raghubarsingh van Financiën en Planning gaf gisteren in de Nationale Assemblée aan dat de oproep van de leden tot bezuiniging vanuit de overheid mee te nemen. Er zal gekeken worden hoe de regering met concrete bezuinigingsvoorstellen kan komen. De hervormingen bij de EBS kunnen onder deze paraplu worden gebracht, zegt Raghubarsingh. Hoe kunnen we zorgen dat parastatale bedrijven een betere functie vervullen tegen betere kosten? Maar laat me ook zeggen, voorzitter, dat uit de inventarisatie die nu wordt afgerond binnen de overheid, dat er 163 staatsbedrijven en aan staatsbedrijven gelijke instellingen zijn, 163, en uit die inventarisatie blijkt dat je 30 daarvan direct kan aansluiten. Maar er komen meer voorstellen en dus daar wordt aan gewerkt. Op dezezelfde tabel met voorstellen, voorzitter, zit de afbouw van de subsidies aan de EBS en rationaliseren van het bedrijf. Ook hier, voorzitter, dit is iets waarbij we zeggen, als je hier de subsidies afbouwt, moet je daar voorzichtig naar kijken, omdat hier wel subsidies afgebouwd kunnen worden waar arme mensen van afhankelijk zijn. Dus je moet zorgen bij deze afbouw dat als we dat doen, dat je de arme mensen opvangt. De voorstellen voor de verhoging van kookgas zijn nog niet helemaal uitgewerkt. De bewindsman zegt dat er gekeken moet worden naar de delen van de gemeenschap die een kookgasverhoging niet kunnen dragen. Het is belangrijk dat het parlement in de nieuwe prijsbepaling wordt meegenomen. Ook de voorstellen van DNA om de vermogensbelasting te introduceren worden meegenomen. We gaan dat zeker meenemen, dat is hier een paar keer genoemd, vermogensbelasting. Wij hadden dat nog niet in beeld gebracht, maar hij staat op die tabel en we gaan daar duidelijk meer uitwerking aan geven. De minister ging gisteren in op vragen die parlementsleden hebben gesteld over de huidige situatie in het land.